I just called the Wende prison in March 2022 and I asked for Mark David Chapman, and they told me he was not there, that he just that day was removed to Greenhaven prison, alright, in New York. And Stormville is stoel rijdt me weg, echt, een rotstoel is dit, echt. Hij rijdt mij gek, zouden de Fine Young Cannibals zeggen. Hij rijdt steeds weg van mijn moeder. Zie je zo, weet je. Oké. Maar ik heb met de Greenhaven Prison, de Greenhaven Facility is het eigenlijk, geloof ik maar. Greenhaven Correctional Facility. Oké, I called, dus ik belde dat. I called the Greenhaven Prison today. John Lennon was removed according to the, what, the woman on the phone said at Wende prison. So, dus ik bel naar Greenhaven. And so I call to Greenhaven. And I get something in English and a whole and I explained much too much. Ik moest alles in het Engels doen en ik legde veel te veel uit. Ze zegt van wat doe je want? En ik ga helemaal een hele story vertellen, want ik denk dat het is een super strenge gevangenis. Dus ik moet heel veel vertellen. I thought it is a very strict prison, so I have to explain. Well, otherwise you cannot come closer to Mark David Chapman. Well, that's enough. Okay, ik dacht, het is een gevangenis, heel strenge gevangenis. En daarom dacht ik, je moet veel vertellen. Anders kom je niet bij Mark David Chapman zwaar bewaken. Zo en afgeschermd, denk ik. Even heel kort, Mark David Chapman is de moordenaar van John Lennon van de Beatles. En I'm gonna let you hear this now. Wait a minute. Adem aan de pin. Weet je wat doen? 1, 8, 4, 5. Ik heb even 1, 8, 8, 8 gebeld. 8, 4, 5. En dan 2, 2, 1. En 2. Thank you for calling Greenhaven Correctional Facility. If you knew your party's extension, you may dial it now. Otherwise, press 0 and one of our operators will assist you. Please hold while you are being transferred. Alright, automatic madam. Automatic madam. Yeah, sounds like, yeah. Sounds like funny automatic people. Lady, I just heard. Hello, I'm Erwina Hogendijk from the Netherlands, and I had a question about a prisoner at yours, and I want to correspond with him because I'm worried about him since 1980. Speaking to the Greenhaven prison, don't I? I think so. Did you hear me? Did you hear me? I don't understand you. Oh, I tried like this. Wait. I'm trying to reach Mark David Chapman since 1980 because I'm worried about him, because I know the feeling of being abused in a little proportionate way. I'm bullied at school and he's abused worldwide because he killed John Lennon. So I want to correspond with him to ask to him himself how he is doing. And I don't say it's all right what he did, but everybody is human. I see the human behind the criminal. Hello, this is Greenhaven. Can I help you? Oh, sorry. I'm searching for Mark David Chapman because I'm worried about him since 1980, and he is in Greenhaven Chapman, and I'm speaking to Greenhaven Chapman, I guess, and I've tried to see the human behind the criminal. So I don't say it's okay what he did, but I do not judge, and I want to correspond with him because I'm worried since 1980, because I know the feeling of being abused in a little proportionate way, and he is abused worldwide. Okay, well, I'm going to
Hello? Ik leg veel te veel uit, wie ik veel. Ik denk dat je strikt. Streng. Streng van gevangenis. Strict en eigenlijk geen. Ik had geen lot. Ik was zo strict, maar je didn't help me. Hello, I want to correspond with someone in your prisoner, in your prison, and that's Mark David Chapman. You want to know some more info? What is his name? What's the inmate's name? His name is Mark David Chapman. Oh, his name is Mark David Chapman. Yeah, what do you need to know? I want an address. I like to correspond with him because I'm feeling abused. I know the feeling of being abused in a little proportionate way, and he is abused all right before his commitment. Yeah, you will have to write to the superintendent then. If he's here, you have to write to Greenhaven. I have to what? He can't just give you the address. You got to write to the superintendent if you want to talk to the inmate. I want to talk to a murderer in prison at your Greenhaven prison. Am I talking to right? Talk to the inmate. You gotta write to the facility. Yes, yes, I wanna write. I wanna correspond with him. That's what I want all since 1980. Okay, so it's P.O. Box 4000. Yes. Farmville, New York, 12582. Fine. Okay, say P.O. Box 400, 4000, and then? P.O. Box 4000, and then? Farmville, New York, 12582. What's your name? Erwina Hoogendijk. Oh, sorry, Erwina Hoogendijk, a.k.a. Peanut Jones. You need to write to him. P.O. Box 4000, yeah. New York, 1582. Thank you. Nu nog wat uit. Zo, we houden gelijk op. Gezegd geen dag. Ja, joh, klopt de hel. Naar de hel. Krapje. Oh my god, ik kan het allemaal niet. Hoorde wat ze zegt? Ik weet wel, ze zegt de plaats waar het is. En dat herkende ik wel. Stormfield, zoiets zei ze, geloof ik. Stormville schreef je. Oké, dat was het gesprek. Nou, alright. En ik denk dat het wel meevalt. Dat het wel te horen is wat ze zegt. Maar omdat ik heel zenuwachtig was, misschien, I was so nervous, I didn't understand what she said. And, now I listen back, it's more clear and it's best wel duidelijk zoals ze praat. Ik hang op en ze hangt zo op en dank u wel, thank you. En bam, ze gooit erop, loopt naar de hel, zeg ik zo, ja, dag. Ik had al eerder gebeld met Greenhaven en dat was in maart. Dus toen had ik gelijk al gebeld toen hij op de dag dat hij verhuisd was. En was schets mijn verbazing als maanden later er nog niet eens op de Wikipedia is gecorrigeerd dat hij niet meer in de wende zit. En eergisteren of zo, vrijdag, heb ik dat weer gecheckt op de Wikipedia. Toen stond er opeens Greenhaven Prison. En ik moet soms dan gaan ze googelen op mijn naam en dan vinden ze al die stomme filmpjes. Sorry man, sorry, it's my life, you know, huh? Sorry, it's my life and I do what I want. Oké. Laat een pintje. Ja, dus, kijk, wat bedoel ik met dat die stoel wegrijdt? Dan zie je me roeien. Ja, sorry. Dat was luchthappenpien, dat was het niet. Maar goed, toen ik vrijdag checkte, stond het er opeens wel op. Greenhaven en dat hij daar verbleef op Wikipedia. En toen heb ik ook een Wikipedia pagina aangemaakt, want ik weet best veel van Mark Chapman, want in 1980 las ik alles wat los en vast kwam van hem en in 1987 gaf hij wat interviews. Die heb ik ook gelezen en dat zit nog in mijn hoofd, die informatie. En, dus ik heb dus eerst gezet op Wikipedia
een account daar gemaakt en onder de naam Geretta Erwina Hogendijk. Geretta is met dubbel R, dubbel T. En voor de rest, zoals je het zegt, niet met een nee, maar twee T's. Sorry. Nee, oké, ik ben daar gevoelig, dus ik mag er niet om lachen, maar het klinkt zo grappig, Geretta. Als ik Geretta zeg. Beetje stomme schrijfhout, toch? Zou het zijn. Snap je ook dat ik niet jullie uitlag als jullie die fout zouden maken. Maar dat klinkt voor mij grappig, omdat ik daar gevoelig ben. En dan klinkt het echt heel zo niet, weet je. En hoeveel minuten heb ik al? 10 en ik mag er maar 15 uploaden bij TikTok. Oké, die komt dus op mijn YouTube. En finally gaf ze dat adres. Finally she gave me the address of the Queen Elizabeth. But I just added some at the Wikipedia page of Mark David Chapman. Some info I knew he said himself in interviews. And it was so called, that was his nickname. It was Nemo. And children called him Nino in his past, where he was working with or playing with. I'm not sure. And Nemo had verteld in an interview in 87 or so that. Dat de kinderen hem, waar hij mee omging, en dat die hem Nemo noemde. En dat was zijn bijnaam, zijn nickname. En dat heb ik uit zijn eigen mond, dat heb ik ook zo gehoord. In het interview werd het zo geciteerd dat hij dat zei. En toen heb ik dat weer geciteerd op Wikipedia. En daar heb ik het veranderd. En stond ook weer niet goed vrijdag in Haven Prison. Toen stond er weer Wende. En dat klopt gewoon niet, het is Green Haven, dat weet ik zeker, want ik heb op de dag zelf gebeld in maart dat hij verhuisde. En ik vroeg dan ook van, how is Chapman, aan uw man gevangenisbewaarder, of the one who took up the phone. En zei, how is Chapman doing? Everyone is okay here, ma'am. I didn't ask for that, I didn't ask for that, I asked, how is Chapman? Everybody is okay here, ma'am. But I know he's there. Am I right? We are not allowed to give any information about the prisoners here. So I hang up and I'm still not ready with that. I know he's there. I come back and I called them back and I got the information and I corrected the Wikipedia page of Mark David Chapman. Van mij zijn ze nog niet af. Oké, dat zit al op 12 minuten, man.